Nederland. Nou, hier weer een klein berichtje van mij uit het barre, koude Moskou. De temperaturen zijn gelukkig iets gestegen, dus we hebben misschien nou min 5. We hebben natuurlijk min 20 gehad, maar dat hebben we gelukkig niet meer. Maar ja, kijk maar, er ligt nog best wel een hoop sneeuw eigenlijk. Nou, ik ga jullie een update geven over wat er van de week eigenlijk gebeurd is. Zoals jullie weten is Soledar bevrijd. De Nederlandse media, maar ook natuurlijk de Europese, de Westerse media, die zegt er helemaal niets over, weinig over eigenlijk. Die zegt, nou, het is allemaal nog niet bevestigd, want president Zelensky zegt dat het nog niet helemaal bevrijd is. De Oekraïnse strijdkrachten, die vechten daar nog. Nou ja, berichten wat ik hier krijg, zeg maar, is dat het gewoon bevrijd is. De Wagnergroep heeft het bevrijd. Dat is een privégroep, een privéleger. Best een groot leger. We hebben ongeveer 50.000 soldaten, huurlingen. En Rusland is daar erg open over. Het hoofd van de Wagnergroep is Yevgeny Prigorin. En die zijn er eigenlijk heel open over dat ze een leger hebben met huurlingen. De meesten zijn ook uit de gevangenis gehaald. Dat klopt ook allemaal. Maar ja, goed, Amerika heeft ook zo'n huurleger. Dat noem je Blackwater. En daar is natuurlijk een lange tijd over gedaan. Nou, daar is bevrijd, Soledar is een stadje. Dat ligt ongeveer 10 kilometer van de plaats Bakhmut. De Russische naam is anders. Maar in Bakhmut, dat is een stad met ongeveer 70.000 inwoners. Waar ook een hoop mensen alweer weg zijn. En in deze stad zijn nog hevige gevechten aan de gang. En Rusland hoopt dat ook te kunnen bevrijden. In deze stad, waar ik van de week nog een artikel over geschreven, zouden best wel veel jihadisten zijn van ISIS, Daesh uit Syrië, Irak. Die zijn allemaal daarheen gegaan. Want er zat al een brigade, de Sheikh Mansour brigade. Dat is opgericht door Tsjetsjenen. Een hele grote man, geen groter dan in hoogte, maar een belangrijke man van Daesh, ISIS. Dat was eigenlijk de minister van Defensie, zeg maar, van ISIS. Die zat ook in Syrië, kunnen jullie allemaal in mijn artikel lezen. Abu Sistani heet hij. En die zit daar. En met een heleboel jihadisten uit Syrië. En daarom is Bakhmut ook heel belangrijk. Het is eigenlijk een bolwerk van jihadisten geworden. Tsjetsjenen, Syriërs, noem maar op. Hetzelfde idee als we in de Syrië-oorlog weer hadden. En nou ja, Soledar is een stadje met ongeveer 10.000 inwoners. Het is een heel belangrijk mijngebied, zoutmijnen. Allergrootste zoutmijn van heel Europa. En dat is natuurlijk belangrijk voor Rusland. Er zijn ook hele grote tunnels, grote tunnelgangen onder het stadje zelf. En een leuke bijkomstigheid, is dat toen de MH17 afgeschoten is in 2014, heeft het JIT-team in Soledar haar kampen opgeslagen. Omdat dat heel dicht bij de plek was waar dus het vliegtuig afgeschoten is. Dus ja, de Nederlanders waren daar ook al samen met de Australiërs. Nou ja, we hopen dat het Russische leger doorgaat naar Bakhmut en verder Oekraïne in. Oké, volgende keer weer een andere update. Bedankt!